Na een laatste nacht met flinke vorst hadden schaatsliefhebbers vandaag een laatste mogelijkheid om het natuurijs op te gaan. Velen maakten hier nog gretig gebruik van. Maar is dit nog wel verantwoord? En tot wanneer is het ijs nog veilig? Ja, jullie hebben toch nog even zo vroeg de schaatsen erbij gepakt. Ja, zeker. Bruno, een vriend van mij, wij zitten in de buurt van Arnhem en we dachten we moeten vandaag, want het is de laatste dag, hè? Ja, zeker. Zeker inderdaad. We dachten dan gaan we lekker vroeg, wanneer het ijs nog lekker goed bevroren is, ja. Zodat we niet doorheen kunnen zakken. Jullie hebben vanochtend toch nog even besloten om de schaatsen te pakken? Ja. Ja. Altijd leuk. Vandaag is waarschijnlijk de laatste dag dat het mogelijk is. Vind je het dan nog wel verantwoord? Het gaat prima hier. Ja, nee, we moeten het pakken als het kan. Ja, wintersport in eigen land, zo vaak hebben we die kans niet meer. Hè? Dus we gaan er zeker voor. Ja. U bent uw schaatsen vergeten? Nou, eigenlijk mag ik van mijn kinderen niet meer schaatsen. Want ik heb last van mijn knieën, dus die vinden dat eigenlijk te gevaarlijk. En ik kon ze ook niet vinden nu, dus ik dacht van, dan ga ik gewoon lopend. En geniet u een beetje van het uitzicht? Ik geniet van het uitzicht. Ja, thee is een veel voorkomend middeltje onder de schaatsers. Ja, zeker. Een beetje lekker warm worden. Lekker goed voor de dorst, want je gaat enorm zweten, hè, van het schaatsen. En dit is ook veilig, want je hebt hier niet, het water staat niet in verbinding met de rivieren. Dus het kan ook niet dalen. Dus dat, ja, hier kun je makkelijk schaatsen. Niet zo diep. Dus, nee. Ja. En tot hoe laat zijn jullie van plan om ongeveer te blijven? Nee, niet te lang. Nee, de beentjes worden al een beetje moe, hè? Ja, ook dat. Ja, dus de eerste keer voor het jaar van het jaar, dus in vorig jaar. Dus ik denk dat we nog een kwartiertje of 20 minuten of zo. Uurtje of 1, denk ik. Ja, ja. Precies. Nog eventjes. Even een ochtendje. Nog een kwartiertje, want we moeten nog werken vanmiddag. Ja, dat is gewoon onze werkdag, dus we gaan zo weer... We hebben een half dagje vrij en dan moeten we weer terug.